de kracht van de Efteling is natuurlijk wel gewoon de aanwezigheid van natuur en landschap als belangrijk onderdeel van de wereld van de Efteling. Ja, dus toen ik 11 jaar geleden de kans kreeg om hier te kunnen solliciteren, toen heb ik ook het aangegrepen met beide handen. Vanaf kinds af aan ben ik graag buiten. Ja, als klein jongetje lag ik al samen met mijn opa op de buik in het gras naar visjes te kijken. Dus ik wist eigenlijk op een relatief jonge leeftijd al wel dat ik in het groen in de natuur wilde werken. Ik kan het me al niet meer voorstellen hoe het hier was toen we hier nog niets gebouwd hadden. Ik vind het altijd wel heel erg mooi om ook gewoon een balans te zoeken tussen het bestaande groen, de grote bomen die er eigenlijk altijd al stonden, en alles wat we uiteindelijk nieuw toegevoegd hebben. We hadden hier niet specifiek dat we een bepaald tijdsbeeld moesten raken of moesten maken. Uiteindelijk wilden we het gewoon het verhaal vertellen van de zes zwanen op een hele subtiele manier. Wat ik hier zelf heel belangrijk vind is het kabbelende beekje, dus letterlijk tot rust komen, in de attractie stappen en het beleven wat daar binnen gebeurt. We staan hier bij de wereld van Sinbad, een van onze nieuwste immersieve werelden in de wereld van de Efteling. We zijn nu aan het eind van de zomer, dus op dit moment is vooral de groene kleuren van de bladeren die overheersen. Maar in het voorjaar, in de zomer, komen daar verschillende bloeiende planten in voor die qua kleur rood, oranje, een beetje gelig zijn. Waarmee we daadwerkelijk de zonsondergang willen benadrukken die op zo'n tropisch eiland plaatsvindt. We staan hier op een van de lanen langs de Gondoletta-vijver. Wij noemen dit groen ook wel ons landschappelijk raamwerk. En het leuke van zo'n laan is op het moment dat je daar speelt met beplanting, dat je ook hier dingen wel of dingen niet kan laten zien. Dus langs deze laan heb je prachtige zichtlijnen op onder andere de pagode, maar bijvoorbeeld ook als je iets verder doorloopt op Symbolica. Dus elke keer proberen we daar wel mee te spelen. Eigenlijk hebben alle rijken binnen de wereld van de Efteling hebben een eigen thematiek. En dat zie je ook heel erg terug in de bloeiende planten die langs die lanen staan. Uiteindelijk draagt dat landschap bij aan het totale verhaal wat je wil vertellen. Of dat nou een sprookje is of een attractie is die we aan het maken of willen gaan maken. Met natuur creëer je een onderdeel van die beleving. En als landschaparchitect speel je daar mee.